Yo, what's up guys van Dan Aden. Goedemorgen, goedemiddag. Of nogmaals, goedenavond. Ik weet niet wanneer je dit kijkt, maar welkom terug bij part 6 van The Last of Us Left Behind DLC. Dit is de plek waar we de vorige keer zijn geëindigd. We hebben een boog equipped en dat is toch wel vet, want dat is een niet zo heel bekend wapen in de game. Which way? Oh. Jou vinden we niet zo fijn. Oh, what the fuck. Ik check wel eerst deze kant dus. Man. Wat is er gebeurd met hem? It's fucking freezing in here. I'm the last surviving member of my crew. And I'm gonna die in an air duct. Regan, what did you expect me to do? I was bitten, and it was only a matter of time before she killed me. Even though I wasn't infected, she said she wasn't going to. But I could see through her eyes. Why else would she reach for her gun? Why the fuck did she reach for her gun? I was just talking to her. If she wasn't lying, I wouldn't have to hit. She would have shot me. I'm sure of it. Then why'd she keep you alive all this time, Alice? Huh? It doesn't matter. I shot her. I ran away. I fought and escaped those fucking things. And in the process... the sutures on my goddamn stump ripped open. I'm bleeding to death. Can't sew it back up. Not with one arm. I can't make the fucking knot. Regan. So cold. I think I'll just rest. Fuck. Emotionele shit. Hij is dus gewoon doodgebloed. Wow, mijn stem. Doodgebloed. En hier zijn... dudes. Met z'n allen. Oh, fuck these guys. Whoa! En dood. Oh, wat was dit? What the fuck? Dat was niet de bedoeling. Wat nou als ik het slimmer aanpak? Oké, en waar zijn ze nu? Huppakee! Fucking nice. Oké, dit is een betere uitvoering van dit stuk. Any more of these fuckers? No. All right. Dit was echt een veel betere uitvoering. We hebben sowieso Emma nu. Altijd handig. Daarnaast zijn deze een beetje verschroeid met z'n tweetjes. Dat was ook prima uitgevoerd. Op het begin was het trouwens ook alleen ze klommen met z'n allen omhoog. Het is een sportwinkel zoals jullie zien. En
We hebben het echt net op tijd en goed uitgevoerd, want anders was ik dood. Recht door zijn kop heen, maar echt recht gewoon. Hij is ook lekker gehit. Hij zag zijn vriend doodgaan, kreeg vervolgens een pijl in zijn borst door mij. Schoot nog op de klikker en kreeg vervolgens weer een pijl in zijn borst door mij. Ja, ik was niet al te aardig voor ze, maar goed, als ik ze niet had vermoord, waren hun ook niet al te aardig geweest voor mij. Dus dat boeit ook niet. Dat compenseert wat, toch? Precies. Ik weet niet waarom iemand tegen mij zei, wat ik ook al had voorspeld, hè, trouwens. Iemand vroeg mij in hoeveel parts, 2 of 3 parts? Nou, ik weet niet hoe lang jij je parts dan maakt, maar ik had toch wel wat meer parts verwacht. En vervolgens zit ik al bij part 5 of bij part 6. Dus, ik weet niet hoe snel degene waarbij jij het hebt gezien de game hebt uitgespeeld, maar ik doe het gewoon in best wel veel parts. En je ziet dus ook dat er genoeg te doen valt. Helaas heb ik niet genoeg shit om bommen of molotovs te maken. Met goede concentratie zie ik dat er helemaal niemand in de buurt is, dus dat is nice om te weten. So close. I need a way around. We zijn inderdaad heel dichtbij. We gaan via die kant, zoals jullie zien. Dit is waar Joel ergens ligt. Misschien is dat ook wel meteen het einde hoor, van de DLC. Maar in ieder geval 2 of 3 parts, dat is wel heel snel hoor, jongens. Okay. Oh kijk, daarachter zijn ze. Wow, niet zo'n klein beetje ook. Af en toe heb ik het idee dat ze me horen, jongens. Oh fuck, waarom heb ik nou niet... Oh yeah, nee. Nice, ik heb genoeg voor een bom en die ga ik sowieso tegen hun hoofd aan gooien. What was that? Ah! En dan komen ze, die bitches. Nooit lukken, dit gaat nooit lukken. Ah, ik ben dood. Ik had ze nooit op deze manier moeten aanvallen, maar ik dacht dus dat er alweer alleen klikkers waren. Maar het tegendeel blijkt. Telkens als ik denk er zijn alleen infected, dan komen die Mongolen weer aangerend, want dat was ik vergeten. Die zijn natuurlijk op zoek naar mij en Joel. Wat ik moet doen, ik maak deze bom wel aan, maar ik ga dus een steen gooien ergens naartoe, zodat die klikkers naar die gasten toe rennen. Hey, what'd you guys find outside? Not a damn thing. Well, how do we know they're even here? We walked around this entire place. This horse track. Kijk! Oh shit, hé, er is één dik gevecht daar.
Oké, kapot. Kijk hem er nou oplopen dan. Oké, die is ook kapot. Het is echt een zenuwslopende game. Het is echt de lekkerste spanning die je kan hebben in een game. Zit in The Last of Us. Oh fuck man. Tussen de oogjes. Het is allemaal echt maar net goed gegaan. Ik heb in ieder geval een paar pijlen terug, maar sowieso niet alles, want ik ben heel erg onzorgvuldig met al die shit omgegaan. Nice. Sla ik gewoon bijna Emma over. Af en toe denk ik nog eventjes terug aan het feit dat Riley en Ellie verliefd zijn op elkaar. Dat is toch wel echt heel mooi. Ik ben ook echt benieuwd hoe dat gaat aflopen, jongens. Kijk, dit is waar ik net werd doodgeschoten. Kijk, al die dingen zijn super handig. Oké, ik heb toch wel wat meer dingen nodig om andere spullen te kunnen maken, maar... We zijn goed voorbereid. We moeten nu hierheen, denk ik. We zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar Joel, hè? Tenminste, op zoek. Terug aan het gaan naar hem. What the fuck is dit dan? Hey, kijk, hier liggen allemaal dingen. De dingen die ik zocht. Ik ben echt telkens bang dat er een klikker komt of zo. Precies als je het openschuift. Kijk, dit is waar de game begon. Hey, I hear the fucking horse behind you. Help me get this open. Yeah, we'll get the door. You guys keep searching. I don't want to get ambushed. Oh jee. You're gonna get him. I gotta do something. Fast. Fucking door! Ellie, you gotta do something. Die twee zijn down. En niemand die het heeft gezien. Dit is super nice. Perfect zelfs. Niks flanker. Klik erop man, dood jij. En komt hij nog achter me aan? Volgens mij niet. Fuck!
Ja, dat doet pijn, hè, sukkel. Flikker. Hoe durf je een meisje aan te vallen? Zit ik me af en toe te bedenken. Hoe durf je het gewoon? Hoe kan je het? Hoe kan je zo'n jong meisje aanvallen? Echt. Dan pakken we hier weer wat voorwerpjes op. Om weet ik veel wat van te maken. Dit is en blijft creepy. Echt. Of ik nou poppen haat of niet, dat is gewoon eng. Het ziet er eng uit. Waarom waren hier zo super veel gasten, als ik vragen mag? Ze zijn er ook gewoon al lang niet meer, maar het waren er echt veel. Wow! He's down there by the door! You gotta pin down! Go finish her! Fuck you! It's fine. You wanna do this? She's over here! I got this fucking kid! Oh man, dit is spannend! Fuck, het is op! Fuck, 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 fuck! Ja, het is niet zo heel gek dit, dat dit gebeurt. Maar ammo is gewoon zo goed als op en hoe kan je dit dan... Let's go check upstairs. What about the old man? Keep working that door. We'll get the girl. Flikker op! Flikker op! Nee! Oh my god, hoe de fuck ga ik dit ooit doen? Dit is nog hartstikke lastig ook. Let's check upstairs. You, see downstairs. Oh shit! Son of a bitch! Ja, ja! Dit is de manier.
Whoa! Whoa! Oh, shit! We got infected! You fucking kidding me? Infected erbij? Nee! En ik ben dood! Nee! Ah! Ja, ik hoor het al hoor, infected hier. Holy shit. Oh fuck, I'm all infected. Oh nee. Oh nee. Jezus, dit is spannend, jongens. Ah, what the fuck? Wow, hey. Oké, dit ging heel nice. That's it. If anyone's alive, don't even think about surprising me. You lit up like your friends, you hear me? Ja, yeah, hij is een fucking Ellie, eh? Shit, eh? Yeah. Be alive, Joel. Fucking spannend. Net is die kus geweest tussen de twee en nu wordt het achterna gezeten. Oh, die angst. Fucking hell. Ellie, you with me? Yeah, Mom, I'm right behind you. Keep running. Oh! Oh, shit! Take that!
Jezus. All right. Come on. Up the stairs. The scaffolding? That's our way out. Infected! Oh, they're behind us too! Go, 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 go! They're getting closer! Jesus, follow me! Oh, Ellie, get up! Keep going! There's an open window! Come on! Oh, die geluiden. What the fuck? Schiet op, Ellie! We're almost out! Reach up! I got you! Nee! What the fuck? Riley! I think it's clear. Ellie, your arm. Oh, fuck, dat is dat stuk. Het moment. No, 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 no. Fuck. Oh, kippenvel. Don't worry. I've done this before. I'm kind of an expert. Ish. Just stay calm. Stay calm. Some more stuff over there you can break. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. Option one, you take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two? We fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight. For every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. What's option three? Sorry. Come on. Let's get out of here. Thank you.
fucking ziek. Ik heb het part 6 genoemd, maar ik edit het samen met de andere part aan elkaar vast, want... Sorry, part 7 misschien. Maar dat klopt niet, want het is gewoon... Het is zo kort dat het aan elkaar vast kan. Dus ik hoop dat jullie het awesome vonden. Ik had het even lastig op het einde, echt serieus. Ik ben wat dat betreft echt heel emotioneel. Maar wat goed iets is dit toch. Wat is dit een geweldig concept en wat zijn hun verhalen sterk. Het is echt niet normaal. Maar goed, ik hoop dus dat jullie het awesome vonden. Laat sowieso je like achter. Laat je mening achter. Ik had het op het einde echt zwaar. Het duurde niet langer of ik had zitten janken hier. En dat kan alleen The Last of Us, vind ik. Er zijn maar weinig games die dat kunnen. En The Last of Us is er één van. Ze flikten het eerst al met de intro van hun eigen game. Waarbij gewoon dat meisje werd doodgeschoten. De dochter van Joel. Echt zitten huilen gewoon. Vooral omdat ik net een vriend was verloren. En nu dus gewoon weer zoiets goed. Nou ja. Ik hoop dat die gasten doorgaan. Ik kan niet wachten op Uncharted 4, op PlayStation 4. Ik hoop dat jullie dat samen met mij delen. Die mening delen. Want die game gaat natuurlijk ook op mijn kanaal verschijnen. Zodra die is aangekondigd en zodra die uitkomt. Dus mocht jullie hebben genoten van deze videoserie, deze videoreeks, laat dan je like achter. Laat je comment achter. En ik zie jullie terug in de eerstvolgende video die ik maak. Tot de volgende video, gasten. Later.